In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met een ieder van de profeten, evenals met hen die hun boodschap volgen. In deze video zullen we het gaan hebben over een van de verhalen die in de Koran staat vermeld. De Koran is de laatste openbaring van Allah aan de mensheid. Het is de vervolmaking van de voorgaande openbaringen en dient als een leidraad in het leven voor de mensheid. De Koran is dan ook niet alleen actueel en bruikbaar geweest voor diegenen die leefden in de tijd van de openbaring ervan. De Koran is daarentegen actueel tot aan vandaag de dag en zal ook actueel blijven tot aan de laatste dag. Dus ook in de toekomst, zowel als in het verleden, is de Koran een actueel boek voor de mens. Dit kunnen we stellen om verschillende redenen. Zo bevat bijvoorbeeld de Koran de oproep tot het geloof en tot daden van aanbidding. En dit is iets wat altijd actueel zal blijven, gezien geloof en aanbidding aanwezig moeten blijven zijn bij de mensen. Een andere reden is dat de verhalen in de Koran vermeld worden die stuk voor stuk belangrijke leerstellingen bevatten, die hun actualiteit nooit kunnen verliezen. De in de Koran vermelde verhalen hebben diverse onderwerpen. Er zijn bijvoorbeeld verhalen over de levens van de profeten. In deze verhalen wordt gesproken over belangrijke periodes in hun leven, de manier waarop zij hun volk uitnodigden tot de islam en de gunsten en beproevingen die hen ten deel vielen. En deze verhalen zijn natuurlijk terug te vinden in de videocategorie De Profeten, waarin de levens van de profeten stuk voor stuk besproken zullen worden. Ook zijn er verhalen over de omgang van volkeren met de boodschappers, die naar hen werden gestuurd. Er wordt verteld over vrome personen en over mensen met een verdorven karakter. Er wordt verteld hoe het zal zijn voor de mensen om in het paradijs te verblijven. En er wordt verteld hoe het zal zijn om in de hel terecht te komen. En op deze manier, op deze wijze, wordt er dus zowel over het verleden als over het heden, als over de toekomst gesproken in de Koran. Maar welk onderwerp er ook wordt behandeld in deze verhalen, ze hebben allemaal één belangrijke zaak gemeen. Ze bevatten wijze lessen voor ons leven in het hier en nu. Ieder verhaal verwijst namelijk op directe of indirecte manier naar het belang van het geloof in Allah en het verrichten van daden van aanbidding. Door het bestuderen van de verhalen in de Koran en het nadenken over deze verhalen wordt het duidelijk dat de lezer, of nu jij, als luisteraar natuurlijk, wordt aangespoord tot twee verschillende zaken. In de eerste plaats het geloven in Allah en het aanbidden van Hem, zonder deelgenoten in deze aanbidding toe te kennen aan Hem. En in de tweede plaats het op deze wijze, dus op de manier van het aanbidden van Allah en het hem geen deelgenoten toekennen, streven naar een hoogstaand karakter, naar een uitmuntend karakter, met eigenschappen als geduld, barmhartigheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Een van de meest bekende voorbeelden van een verhaal die al deze zaken bevat, is het verhaal van Luqman. Hij was een wijze man, wiens naam is gegeven aan een hoofdstuk van de Koran. En in dit hoofdstuk, hoofdstuk 31... zijn een aantal belangrijke adviezen te vinden die hij gaf aan zijn zoon. Het eerste advies wat in dit hoofdstuk staat vermeld is een advies dat geen gelijke kent. In vers 13 van dit hoofdstuk wordt namelijk vermeld: Ya bunayya, la tushrik billah. Oftewel, o mijn zoon, ken geen deelgenoten toe aan Allah. En vervolgens lezen we iets verderop in vers 17 het tweede grote advies: Ya bunayya, akim salat. O mijn zoon, verricht het gebed. En als we kijken naar deze twee adviezen, dan zouden we kunnen zeggen dat dit de twee belangrijkste adviezen zijn die door iemand aan een ander gegeven kunnen worden. Dit omdat elk ander advies nuttig zou zijn voor deze wereld, maar geen waarde zou hebben in het hiernamaals, als deze twee adviezen niet eerst opgevolgd worden. Deze adviezen zorgen er dan ook voor dat als ze opgevolgd worden, ze een persoon zowel in dit leven als in het leven in het hiernamaals van voordeel zullen zijn. Het belangrijkste advies is als eerste genoemd: Ya bunayya, la tushrik billah. O mijn zoon, ken geen deelgenoten toe aan Allah. Hij adviseert daarmee zijn kind om te geloven in Allah, de schepper van de hemelen en de aarde. En vervolgens geeft hij het advies aan zijn zoon waar het allemaal om draait. Het afleggen van getuigenis van dit geloof door het verrichten van een daad, de belangrijkste daad van aanbidding, de tweede zuil na de geloofsgetuigenis van de vijf zuilen van de islam, namelijk
het gebed. En dit doet hij met de woorden, Ya Bunayya, Akim Salat, oftewel, o mijn zoon, verricht het gebed. En wanneer deze twee adviezen worden opgevolgd, brengt dat innerlijke rust en religieuze motivatie met zich mee. Maar wat belangrijker is dan dat? Het zorgt ervoor dat een persoon na zijn dood kan rekenen op de genade van Allah, hem daarmee beschermend van een bestraffing van de hel. Vervolgens gaat Luqman verder met zijn advies door zijn zoon te adviseren over de manier waarop hij zijn gedrag kan perfectioneren. Hierbij kan er worden gedacht aan de manier van bewegen, de manier van spreken en de algemene omgangsvormen met anderen. Op deze adviezen zullen we hier niet verder ingaan, omdat deze video slechts een introductie zal geven op het verhaal. Maar ik nodig u echter uit het hele verhaal te lezen in het 31ste hoofdstuk van de Koran, hoofdstuk Luqman. Een hoofdstuk waarin deze adviezen van een vader aan zijn zoon worden vermeld. Een advies wat niet slechts toen actueel en nuttig was, maar een advies voor alle tijden, alle plaatsen en alle mensen. Een advies dat zo groot was van waarde, nog steeds zo groot is van waarde en ook altijd zo groot van waarde zal blijven zijn, dat het verdiende vereeuwigd te worden in de Koran, het woord van Allah.